NEC heeft deze week haar eerste spelers voor e-voetbal vastgelegd. 8 spelers die rolstoelafhankelijk zijn, kunnen nu in een speciale elektrische rolstoel aan voetbal doen. Door de start van e-voetbal gaat een droom in vervulling van de 10-jarige Thijs. Ik heb een contract getekend bij NEC, zodat ik nu kan voetballen bij NEC. Maar het is niet zomaar voetballen, hè? Heel bijzonder voetbal. Het is elektrisch rolstoelvoetbal. Ja, uiteindelijk, elektrische rolstoel wil ze eigenlijk zeggen voetballen in een rolstoel, in een elektrische rolstoel. Dat komt uiteindelijk vanuit Thijs die een droom had om te voetballen, maar rolstoelgebonden is en eigenlijk niet kon voetballen. En zodoende is dat uiteindelijk bij ons terechtgekomen en hebben wij dat omarmd en opgepakt. En dat wil eigenlijk zeggen dat we in de zaal 4-4 gaan voetballen in een elektrische rolstoel met een bumper daarvoor om tegen de bal te dribbelen of tegen de bal te schieten, zeg maar. Ja, een droom die uitkomt. Omdat ik heel graag wil voetballen. En dat kan dan nu in een voetbalrolstoel, soort van. Ja, want je zit in een rolstoel. Ja, ik kan wel voetballen, alleen niet zo lang als de normale kinderen. Want dan word ik snel moe en krijg ik een beetje spierpijn. Ik heb een spierziekte. En wij hebben een samenwerking met Stichting Koprol. En dat zijn gespecialiseerde trainers die ook met de doelgroep overweg kunnen. En zij gaan elke zaterdag 1,5 uur in de zaal trainen. En die training bestaat echt uit rolstoelvaardigheden. Dus onder de knie krijgen van de rolstoel. Pasen trappen, schieten, dribbelen met de bal. En uiteindelijk ook partij spelen. Hoe speel je nou met elkaar? Hoe speel je nou tegen een tegenstander? Met de regels van niet botsen met elkaar en scheidsrechter, et cetera. E-voetbal speel je niet in een normale rolstoel. NEC heeft hiervoor speciale elektrische rolstoelen aangeschaft. Ja, we hebben samen met een bedrijf hebben deze rolstoel helemaal op maat laten maken. Ook volgens de regels, maar ook volgens de Nederlandse normen en waarden. En we hebben er 4 vanuit NEC aangeschaft en 4 vanuit de KNVB aangeschaft. Dus totaal op 8 rolstoelen. Zo'n elektrische rolstoel is niet goedkoop. Daarom hebben meerdere instanties een bijdrage geleverd. Ja, we hebben het hele Rijk van Nijmegen, de gemeentes, gevraagd met dit initiatief om mee te denken. En eigenlijk alle gemeentes in het Rijk van Nijmegen hebben een bijdrage geleverd. En waarvan de gemeente Nijmegen een grote bijdrage heeft gerealiseerd om ook aanschaf van rolstoelen en de ballen te kunnen financieren. Omdat NEC de eerste club in Nederland is die hiermee gestart is, zal het team eerst gaan trainen. Toch hoopt Thijs dat meer clubs hiermee gaan starten. Ja, wij uiteindelijk tegen heel veel clubs kunnen spelen. Vooral tegen Vitesse. En dat we Vitesse kunnen inmaken. Ja, bijna!